Een aantal van jullie heeft nog niet helemaal de tekening goed op orde. Hier zie je het schoolplein. Het is belangrijk dat je eerst de gebieden gaat aangeven waar de verschillende tegels liggen. Dit is de lange strook. En hier in deze gebieden liggen allemaal tegels met een afmeting van 0,3 bij 0,3 meter. Dat is het eerste formaatsteen. Ik zal hem nog eventjes een kleurtje geven. Dat zijn dus deze vlakken. Je zou ze ook even kunnen nummeren. Dus dan zou dit vlak 1 zijn, dit vlak 2 en dat vlak 3. Hoe bereken je nou de oppervlakte van zo'n rechthoek? Nou, dat is eigenlijk de lengte keer de breedte. En dan krijg je een afmeting in vierkante meters. En daarom heb je dus van al die afstanden, bijvoorbeeld van deze afstand, ja, die maat heb je dus nodig. Net zoals dat je deze maat nodig hebt, en deze maat, en die. Nou, zijn er nog meer vlakken? Ik zal even een andere kleur pen pakken. Ik pak even een zwarte. In dit hele gebied liggen stenen met een oppervlakte van 0,5 bij 0,5 meter. En eigenlijk mis ik ook nog een vlakje. Volgens mij loopt er hier onderdoor ook nog een rij tegels. Maar ja, dat zie je natuurlijk niet vanaf de bovenkant, vanaf de satelliet. Maar hier liggen ook nog die stenen. Nou, ik kan in deze oppervlakte kan ik niet doen lengte keer breedte. Dat is lastig. Dus ook dit gebied ga ik in verschillende vlakken verdelen. Ja, en dan kan je kiezen. Je kan zeggen, nou, ik neem dit is een vlak. En ik maak hier een vierkant van. En ik maak daar een vierkant van. En nu heb ik eigenlijk al allemaal vierkanten. Nou, als ik nou door ga nummeren, ik was bij nummer 3 gebleven. Dan noem ik die nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7. En hieronder zit dan nummer 8. Ja, nu moet je netjes alle oppervlaktes onder elkaar zetten. Dus dan begin je op een nieuw blad en dan begin je eigenlijk gewoon met nummeren 1, 2, 3. Alle vlakken die je hebt. En daar één voor één keurig netjes de vierkante meters van uitrekenen. En die aan het einde bij elkaar optellen. Nou, dit is dus de tekening. Oh ja, nog één dingetje. En dat is nog wel even belangrijk. Ik ga eventjes een andere kleur pakken. Even kijken. Ja. Hier zie je nog een... Maar het is niet echt een andere kleur geworden. Maar hier zie je nog een vlak die eraf moet. Want daar liggen geen tegels. Dus ook die oppervlakte moet je er dan afhalen. Nou, succes. Maak de tekening netjes in orde. En zorg ervoor dat een overzichtelijk geheel ontstaat. Ja, en als je de afmetingen niet helemaal meer hebt, ja, dan zal je of eventjes bij een buurman moeten kijken, of toch nog eventjes naar buiten gaan en alles moeten opmeten. Oké, tot ziens.